Ja, hoi. Want Matthew kon zijn laptop ophalen. Mijn meisje, kom bij tante. Met is vandaag jaren. Hoi, ik ben Ab. Ik ben echt helemaal gesloopt. Nora, Luna, kom hier. Dinsdag en donderdag zie ik een bal als ik klaar ben met mijn avonddienst. Kijk, onze benen. De kopbal. Dank je. Ja. Hoi en welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag ben ik helemaal vergeten te filmen. Het is vandaag zaterdag en wij vieren vandaag de verjaardag van Matthew alvast voor onze vrienden. Vanochtend zijn we al vroeg de deur uitgegaan naar Zuidplein, naar de Zara eventjes om een nieuwe outfit te scoren. Die heb ik nu aan, een nieuw jasje van de Zara, een nieuwe body en een nieuwe spijkerbroek. Matt heeft dus ook een nieuwe outfit, die heeft hij nu aan. En daarna zijn we alleen maar boodschappen weer doen, vlagjes ophangen en het huis een beetje klaargemaakt voor nu. Er zijn al wat vrienden van Matt en mijn zus is er. En de rest moet dus nog komen. Matt is nu ook eventjes een tour houden voor zijn vrienden. Maar dat dus. Ik was helemaal vergeten om te filmen dat we zo druk en haast hadden. Dus ben ik het helemaal vergeten. Sorry daarvoor. Dus, zoals je kan horen, is de muziek al aan. De diertjes zijn in de slaapkamer, Saampjes. Waar heb je Bailey gelaten, jongen? Waar heb je Bailey gelaten? Zijn jullie een beetje lief voor elkaar, hè? Ik doe even een lampje aan. Anders is het daar zo donker. Zo. Waar is Beetje? Pero no eres vira lata, tú eres raza de un like, que me echo un bola y te ladro el DM y de una me cae y te freno y te llevo a Dubai. Me encanto contigo hasta en Washington High. Daar moet op gedronken worden. Thank you.
goedemorgen, jongens. Het is nu nog goedemorgen, want het is 11:30. Gisteren heb ik niet heel veel gefilmd. Maar het was super gezellig. Met zijn vrienden waren allemaal gekomen. Drie konden er niet komen. Voor de rest is iedereen geweest. Dus hij heeft onwijs erg naar zijn zin gehad. Gelukkig. Hey meisje. Bailey is erbij. Mijn kleine Bailey. Ja, meisje. Je hebt het zo goed gedaan, hè, gisteren. Ja. Je hebt het zo goed gedaan, hè. Ja, ja. Bailey was lekker in de slaapkamer van ons met Louis. Hè? Ja. Jullie waren lekker sjaapjes. Iedereen wou natuurlijk kijken. Naar de kleine stinkert. Hoe was het gisteren? Gezellig, man. Super gezellig. Ik heb mijn nieuwe muts. Met al het aardig naar zijn zin. Hij wou ook niet dat het stopte. Ja, van mij kon het nog wel doorgaan tot 6:00. Ja. Uiteindelijk gingen ze... 3:00. 3:00? Ik dacht ja, over 2:30 of zo. Ja, het 2:45 zoiets. Ja, ging, 2:45 gingen we naar buiten eigenlijk. Gingen ze weg? Ja. Er waren een hoop nogal gewoon gebleven totdat iedereen wegging. Maar het was echt gezellig geworden. Ja. Gaan we net ophalen? Ik heb om 1:00 afgesproken met mijn moeder. Met die heeft om 2:00 een afspraak in de stad voor werk. Gewoon een werkbespreking. Dus hij kan helaas niet mee naar de action. We mogen wat dingen uitzoeken van mijn ouders. Voor het huis. Dus dat was natuurlijk super leuk. Mama zei van ja. Ook van wie is het? Oh ja, volgens mij ook ja. Mijn sister en mijn ouders. Mama wou eerst eigenlijk naar de intratuin. Maar ik zei ja, we kunnen beter naar de action. Dan als je naar de intratuin gaat, dan heb je hooguit twee dingen of zo. Bij de action 20. En bij de action veel meer. Dus ik zei ja, we kunnen beter gewoon naar de action gaan. Baby, waar spring je in? Ze is annoying. Maar gisteren was het dus super leuk. Ik ben echt helemaal gesloopt. Ik heb er gewoon nog, toen iedereen weg was, heb ik nog gedweld. En alles opgeruimd. Dus Matt hoefde daar eens geen reet te doen. Love his life. Dus ik ben echt mega moe. Nou, wij zijn weer thuis. In ieder geval, ik ben weer thuis. Ik ben even met mijn moeder weg geweest. We zijn naar de action geweest, maar daar kon ik niet veel vinden. We zijn naar de Senos geweest, maar daar kon ik ook niet echt veel vinden. Gingen we nog naar de Woonboulevard, Quantum en Leen Bakker. Ook niet heel veel boeiend. Dus binnenkort gaan we eventjes naar de Intratuin en Plantenhal. Misschien dat ik nog even een boompje of zo kan scoren. Maar het was wel even gezellig. En daarna zijn we naar Den Haag gegaan, want Matthew kon zijn laptop ophalen. Die heeft hij gekregen voor zijn verjaardag, dus die gaat hij nu installeren. Een nieuwe MacBook. Een nieuwe Mackie. Een nieuwe Mackie. Een nieuwe Mackie. Dus die gaat natuurlijk alles installeren en het opzetten. Die is daar wel even mee bezig en ik ga lekker op de bank liggen. Even een dutje doen bij het tanken. We hebben al eten gehaald. Waar hadden we ook eten gehaald? Minkie. Oh ja. We hadden eten gehaald bij Minkie alvast. Lekker een bakje nasi met kip. En dan kunnen we daarna een filmpje kijken of zo. Maar voor nu ga ik eventjes een tukje doen. Dus ik ben echt zo moe. Een hele goede morgen. Of nou ja, middag. Het is nu over 12. Ik zie er niet uit. Nog steeds aardig dood van het weekend. En ik heb mijn was verzameld. Wat er was in moet. Ik ben gelijk buiten adem. Een hele stapel dus. Maar het is vandaag maandag. Met dus werken, ik ben vrij. Dus ik ga even het huishouden doen. De eerste was zit er al in. Ondergoed, handdoeken, donkere. En dan de witte was. Handdoeken, ondergoed, donker was. T-shirts, broeken, de witte was. Die moet alleen even nog
Het andere. Dus dit is even what happening. Aardig veel worstjes verzameld. Zo, dat ga ik even wegwerken. Dit kan dus allemaal de was in. Dan ga ik eventjes stofzuigen. En nog dweilen beneden. Ik had natuurlijk gedweld zaterdagnacht. Nadat iedereen weg was, even snel. Omdat die kat weer naar beneden ging. Of nou ja, omdat Bailey weer naar beneden ging, want zij slaapt beneden. Er lag allemaal drank op de grond geplakt en als zij dat dadelijk op gaat likken, is natuurlijk ook weer niet goed. Dus ik ga dadelijk even goed dweilen. En even wat dingetjes opruimen. En dan is de middag alweer voorbij. Morgen moet ik dan werken. Ik heb voor donderdag vrij gevraagd. Dat met een jarig is, dus ik hoop dat iemand kan invallen. Anders hebben we een probleem. Nou, die stekker moet er natuurlijk in. Zou handig zijn. En dan ga ik even kijken. Of ik misschien ook nog kan editen. Als ik daar tijd voor heb en energie. Dus that's my day. Ik heb vanochtend gewerkt. Het is nu al middag. Middag laat, volgens mij 2:00. Ja, 2:17. Vanavond heb ik weer avonddienst. Dus ik had mijn ochtend. Ik ga nu even snel naar Claire de Huis lopen om eventjes de twee kleine hondjes uit te laten. Dus ben ik gaan editen. Die is nu bijna af. Dan moet ik hem even downloaden en dan kan ik hem vandaag online zetten. Met is werken. Die zie ik pas vanavond, want hij zit in Utrecht. Een grote klus. Dus dinsdag en donderdag zie ik hem pas. Als ik klaar ben met mijn avonddienst. Zie ik hem dus niet heel lang. Maar ja, het is niet anders. Dat is werk. Dus hij gaat vanavond een eigen dingetje doen. Als ik werken ben. Nou, ik ben aangekomen bij Claire thuis. Mijn meisje. Kom bij tante. Ja, kom bij je tante. Ja. Sjaki. Sjaki. Kom bij tante. Sjaki. Kom. Kom dan. Je ruikt Lua. Een baby. Gruifje, ga lekker rennen even. Ga even rennen, meisje. Ja, Sjak. Sjak is mijn vriend, hè. Sjak is mijn vriend, hè. Ja. Hele goede morgen. Hoera. Hoera. Dat kun je wel zien. Dat is zij. Kan jullie zo allemaal zeggen. Met is vandaag jarig. Hallo. It's my birthday. Hoe is het nou? I was born 27 years ago. Hoe voelt het nou om zo oud te zijn? Nou, hetzelfde als gisteren. Au pik. Moet ik hem hier zetten? Ja. Of in het midden? Maar in het midden zien we het niet. Nee, ik toch aan daar. Nou, Matt is vandaag jarig. En ik heb net mijn ochtenddienst gehad. Helaas moet ik werken. Ik kon geen vrij krijgen, dus vanavond moet ik ook. Super gaar. We zouden het eigenlijk vieren voor zijn familie vandaag ook. Maar het is nu verzet naar zondag. Dus we gaan even naar de bakswinkel, muziekwinkel voor Matt. Om zijn cadeautje op te halen. Nou, ik was vergeten te filmen. Met even een nieuwe microfoon. Een nieuwe koptelefoon. Een nieuwe microfoon. Nieuwe speakers, kabeltje erbij. Nou, heeft laatst van Dil en Lisa al een nieuwe microfoon gekregen. En dan zondag krijgt hij nog geld. Zondag.
kan ik nog even kijken. Helemaal weer blij. Goedemiddag. Het is vandaag zaterdag en het is bijna 2 uur. Wij zitten in de auto zoals je kan zien. Wij zijn onderweg naar camping voor mijn opa en oma. Die zijn vandaag 58 jaar getrouwd. Dus de hele familie die komt erheen. Gezellig. Het is al een lange tijd geleden dat we met z'n allen zijn geweest. Dus ik ben benieuwd. Louis die is mee. Bailey zit helaas thuis. En Matt gaat eventjes betalen. Even tanken, want anders komen we niet verder. En morgen hebben we vieren we met zijn verjaardag nog voor zijn familie. Dus gisteren hebben we, gisteren hebben we kip gehaald. En zijn met en zijn zus dat alvast gaan snijden. Zijn moeder heeft het in de kruiden gedaan. Dus dat moeten we vanavond of morgen eventjes rijgen. En dan eten we morgen kippetjes op de barbecue. Gezellig. En als het goed is, wordt het morgen warm weer. Doei, wil je er ook op? Wil je ook op de vlag? Ja, hoi! Dus we zijn nu onderweg. Vanaf 2 uur konden we komen. Dus als het goed is, is het nog 15 minuten rijden van wat ik zag. Dus ik ben benieuwd. Het is al lang geleden dat ik op een camping ben geweest. En ik ben nog nooit op die camping geweest. Ik ben benieuwd. Thank you.
Ik weet niet meer wie. Oh ja. Wij zitten weer lekker in de auto. Oh, ja, ja, ja. We gaan nu naar huis rijden. Het is ongeveer een uurtje rijden. Nou ja, 40 minuten. Oh, mijn benen zijn er niet. Het is nu 8 uur. Oeh. Net heeft net gevoetbald. Helemaal kapot. Last van zijn benen. Ik heb kopbal met een zonnebril op geprobeerd. Maar het was wel echt super gezellig. En mega fijn om gewoon iedereen weer even te zien na zo'n lange tijd. Ja, heb ik ook weer mensen ontmoet. Ja. En niet iedereen was er, maar het was wel echt super gezellig. En leuk om iedereen weer even te zien van een familie. Dus we gaan nu lekker naar huis rijden. Bailey is nu al heel de tijd alleen, dus dat is wel echt zielig. Maar ja, gelukkig kunnen katten wel gewoon lang alleen. Maar ik denk dat ze wel blij is dat we thuis zijn en vooral Louis. Dus we gaan nu lekker rijden en dan zien jullie hoe het weer. Louis zal ook wel kapot zijn. Ja. Nou, wij zijn heerlijk thuis. Ik ben heerlijk dood. Even lekker een mangootje erbij. En op bank. Lekker als we de papel kijken. Ja, we moeten nog 2 afleveringen en dan is het alweer klaar. Gisteren leek de eerste 3 afleveringen te pieken. Ja. Nou, de diertjes zijn weer blij dat ze elkaar zien. En Bailey is gelijk weer helemaal actief. Ja joh, die is ook de hele tijd alleen geweest. Lekker mijn zachte fluffy pyjama aan. Heerlijk. Dus we gaan lekker naar Casa de Papel kijken en mango eten. En dan gaan we los. En dan slapen. Morgen weer een drukke dag. Lekker kijken. Zin in. Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag. En wij waren al vroeg wakker. Bijvoorbeeld, meer zit je op je telefoon als ik film. Dat is echt bizar. Wij waren al vroeg wakker. Boodschappen gehaald. Want vanmiddag vieren wij de verjaardag van Matt. Wat is er, Bailey? Wat ben je aan het doen? Dus we hebben al wat boodschappen gedaan. Ik heb nieuwe plantjes gehaald. En we gaan barbecuen. Vlees ligt bij mijn schoonouders. Stokbroodjes gehaald met salade en kruidenboter en zo. Voor de vlees, bordje, bekertjes, koekjes hebben we gehaald. Cakejes voor bij de koffie na het eten. Felicia heb ik een kleinigheidje gehaald, zodat ze wat kan doen. Mosaic art, ze wat te doen. En we hebben even een, wat is het? Een puntdoek, noem je zoiets. Puntdoek toch? Zonder scherm doek. Hij is echt vet groot eigenlijk, maar moet denk ik ook wel. Omdat onze tuin best breed is. Maar de zon schijnt nu al aan vanmiddag. Kunnen we deze even ophangen. En dan even het huis schoonmaken. Wij gaan even de kippetjes regen. Barbecue staat, de stoeltjes staan, tafeltje. We hebben even de stoeltjes die daar staan. Dus de party kan dadelijk beginnen. Ja, toen dacht ik, kom maar proberen.
boom, 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 boom. Waarom spelen we? Vier. Zeg voor mij. Let jou. Oké. Ik ben dus aan het editen en ik zag dus dat wij de vlog nog niet hadden afgesloten. Het laatste wat jullie hebben gezien is dat we met zijn verjaardag hadden gevierd voor zijn familie. In ieder geval met zijn familie. We hebben heerlijk gegeten met z'n allen en wat spelletjes gedaan. Het was echt super gezellig. Dus de laatste dagen met zijn verjaardag dat we het hebben gevierd, heeft hij het echt super erg naar zijn zin gehad. Dus ik wil iedereen bedanken die allemaal zijn geweest met zijn verjaardag. En ik zag wel in het begin van de vlog dat het een beetje rommelig was. Wat kleine stukjes dat we hadden gefilmd. Maar we hadden het gewoon ook een beetje druk met dingetjes regelen voor zijn verjaardagen. En we moesten allebei gewoon natuurlijk werken. Dus ik heb niet zo heel veel gefilmd. Alleen dan vanaf het weekend dat wij zijn verjaardag gingen vieren. En met zijn vrienden daarvoor. Sorry daarvoor, maar het is niet anders. In ieder geval, hier wil ik dus bij de vlog afsluiten. Ik hoop dus dat jullie het wel, ondanks het een beetje rommelig was in het begin, hoop ik dat jullie het toch een leuke vlog vinden. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zien jullie ons bij een nieuwe vlog. Doei!